Frans van Niel, van harte gefeliciteerd met de overwinning. Hoe spannend waren de laatste 5 minuten nog, vond jij? Ja, heel spannend, hè? Zij gingen vol opportunisme spelen en alles naar voren. En ze hadden een stuk of 3-4 lange gasten voorin. En nou, die wonnen nogal wat duels en die ballen die vielen telkens bij hun en een paar schoten op doel. Dus daar hebben we wel een beetje geluk gehad, denk ik. Ja, vorige week misschien even een knauw in het vertrouwen door de 1-0 nederlaag tegen Rosmalen. Is zo'n overwinning als deze dan extra lekker? Ja, zeker. Maar ik denk vooral dat we even anders gespeeld hebben dan vorige week. We hebben nu weer even terug naar de basis gegaan en met z'n allen gezorgd dat, dat we met energie spelen en dat we fel vooruit spelen. En dat misten we vorige week behoorlijk. Ik sprak net even met de trainer Wilfried Verleeuwen, die zegt het middenveld stond fantastisch. Dus jij ook. Hoe vind je dat om dat te horen? Ja, dat is leuk, hè? Compliment. Ja. Nee, ik denk ook dat ik en Bas en Vlaas spelen lang samen. En het hangt van het hele team af hoe wij spelen. Als er ruimtes groot worden, hebben wij het ontzettend moeilijk. En vandaag hebben we het met het hele team gedaan en daar draaien wij ook denk ik beter. Jullie missen op dit moment even een spits, want Serboni is geblesseerd. En dan scoor jij 2 keer. Je neemt het bijna het scorend vermogen van Serboni over, zo te merken. Ja, het is lekker dat ik ze maak, maar ik denk dat we meerdere kansen hebben gehad. En ik denk dat Thomas ontzettend goed gespeeld heeft en bal vast is geweest. En zij hebben 2 lange verdedigers. En ik denk dat Thomas daar uitstekend vandaag als spits speelde. Ja, want dat vond ik misschien een beetje verrassend. Niet met een echte spits spelen, maar met 3 eigenlijk vleugelaanvallers. Snap jij de keuze inderdaad van Wilfried Verleeuwen? Ja, ik snap hem wel. Gezien die 2 lange gasten achterin. En Stijn is ook niet helemaal fit, dus dat is onze 2e spits meestal. En dan moet je toch wat gaan proberen. En hij heeft het donderdag al uitgelegd op de training. En het pakt heel goed uit vandaag, denk ik. Gefeliciteerd. Dankjewel.